Mijn naam is Peter de Bruin en ik ben eigenaar van een kartbedrijf. Ik laat karts produceren, welke ik over de hele wereld exporteer. Daarbij heb ik een racingteam, wat actief is in eigenlijk ook over de hele wereld, wat ik eigenlijk het hele jaar begeleid. Ik moet ook zeggen dat ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is allemaal op het laatste moment tot stand gekomen dat ik hier naartoe zou komen en jullie premier zou begeleiden in dit kartevenement. Waar ik hem heel erg voor wil bedanken, want ik vind het initiatief vind ik zeker, wat hij genomen heeft, vind ik geweldig. Want je ziet hoeveel mensen, publiek hier nou staan te kijken, die met aanraking in de kartsport komen. Dat denk ik het heel goed is voor de toekomst. Ik kom hier eigenlijk al, hebben we het net over gehad, 25 jaar, waarvan misschien de laatste 10 jaar wat minder. Maar ik heb eigenlijk de opbouw van het nieuwe circuit meegemaakt. Ik heb een heleboel rijders uit Aruba ook bij ons in het team gehad in Europa. Dus ik ben niet onbekend. Het is een sport waar je heel hard in moet werken. Dus het eist fysiek toch wel goede training, veel testen. De mogelijkheden zijn er natuurlijk, je hebt hier een kartbaan. Ik denk het enige probleem is dat het niet zo'n groot land en niet zoveel mensen. Dus op het moment vind ik eigenlijk dat het een beetje op het bestaat, maar het is niet het niveau wat het geweest is. En ik hoop eigenlijk doordat het initiatief wat nu getoond wordt, dat het daar nieuwe mensen aantrekt, dat het weer omhoog gekrikt kan worden. Aanbeveling is natuurlijk koop een kart en ga rijden. Maar dat zo eenvoudig ligt het niet, omdat er toch een bepaald budget voor nodig is. Maar laten we zeggen, ik hoop dat het hierdoor door gaat lukken. Dan moet ik ook naar de ouders advies geven, dat als je er dan begint om het zo jong mogelijk te beginnen. Dat wil zeggen vanaf 7, 8 jaar. Para mim é um magnífico ideia, uma ideia mais bonita mesmo, para sacar o deporte, pôr ele bacana. É uma outra dimensão, uma outra maneira para o deporte. E muita gente quer que saque também, go-kart, bola e um bilho, trove. Saque e pôr com mais pueblo para o deporte, não está bem cerca, você tem um ambiente, está algo diferente. E a mãe é uma magnífica ideia. 99% de gente tem uma tremenda ideia, naturalmente, o não está botando preciso o que está botando, não está botando um tipo entusiasmo, qual que ele vai trazer, qual que vai guardar em cada outro. Mas na final do dia, eu quero que está botando super bom. Um comitê de raiva está um tipo mais lugar, não pensa muito na parte pública, na parte careta, não olvida onde está bem para pôr toda a gente. E eu quero que a banda de Antvangra, se não pôr para a tribuna e não, mita quere nala haya un pubblico hopi mas grande. Un deporte che esiste anias mi mesa participa a tempo di roba karting na Wayaka, después che la vai bushiri mi a stop. Per un deporte è importante, tu hai da praticare differenti deporte. Deporte di spesso vuoi praticare se vuoi chi stai in caso anche deporte di karting e tal quello che mita quere ma ne ma bisori in caso anche e sa che ad una go kart un bira e mare non passa cochi un a dos via paia pa fo di a pista di bushiri passione che você motivar a corredor, não. É um piso diferente, um ângulo diferente, um careto diferente.